Hallo, ik ben Miljoen Koper. Wij gaan een interview vragen aan de mensen. En dan krijgen we hun antwoord. We gaan nu naar een volgend huis. Hallo mevrouw. Wij moesten via school, hadden we een project. En dat moesten we over social media. En ik heb een stelling voor u, als u die wilt beantwoorden. De stelling is, voor pestgedrag moet je voor altijd verbannen worden van sites. Wat vindt u daarvan? Dat is goed. Vindt u dat goed? Ja. Ja, ik ben zelf niet zo van het Facebooken, maar ik kan me voorstellen dat er heel veel kinderen digitaal gepest worden, zeg maar. En ik vind als je dat bij herhaling gedaan hebt, niet na de eerste keer, want dan kan je een keer gewaarschuwd worden. Maar als je het na herhaling, zeg maar, blijft doen, dan vind ik dat je verbannen moet worden van alle social media, zeg maar. Bent u zelf eens gepest via internet? Nee, maar mijn dochters wel. Oké. Wat vindt u daarvan, dat uw dochters gepest zijn? Vind ik heel erg. Ja, vind ik heel erg. Ik vind echt niet kunnen pesten op internet. Nou, dan moet hij inderdaad gewoon geblokkeerd worden. Dan moet zijn account verwijderd worden, of weet ik veel wat. Dan moet zijn gedeactiveerd, hoe je dat ook noemt. En dan moet je gewoon de toegang weigeren tot die site. Heeft u zelf wel eens iemand gepest via internet? Nee. Niet dat ik weet, laat ik het zo zeggen. Kent u iemand die gepest werd via internet? Ja, ik ken wel iemand, ja. Wat moet er met de pester gebeuren als er gepest wordt? Ik denk dat als het een kind is en de ouders aanspreken. En samen met de school en de ouders proberen er wat aan te doen. Ja, dat ben ik het wel eens. Ja. Nou, dat waren onze vragen. Fijne dag verder. Dankjewel. Doei.